Je kan er zo vroeg opstaan. Ja, omdat het dan... dan is de kosmos heel zuiver. Dat is de beste tijd voor meditatie. Zo rond, dan zijn we hier en dan weer terug. Je stapt hier nooit overheen. Mooi. En dat is 108 keer. 108 kralen. Ja. En iedere keer zeggen we die Maha Mantra. Dus ik ga 16 keer rond. Ga jij nu 16 keer rond? Chanten, ja. Dat is zo anderhalf à twee uur. Altijd weer. Allee, wat een tijd. Gewoon met prevelen. Allee, een tijdsverspilling. Ja, maar het is geen tijdsverspilling, want het is, je bent bezig met het spirituele en dat is een grotere kracht dan het materiële. En wat is dat? En dit is tilak, dat is heilige klei en dat doen ze dus op het voorhoofd. Zal ik dat bij jou ook opdoen? Wil je dat? Ah, maar dat betekent dan dat ik mij bekeerd heb. Het betekent eigenlijk dat je lichaam een tempel is van God. Maar dan denk ik dat ik daar beter nog eventjes mee wacht. Dat is prima. Tot ik morgen en de volgende dagen er een beetje dieper in gekomen ben. Ja, dat is perfect. Wat doe ik bij jou erop? Want ik had het nog niet opgedaan vandaag. Wat denk je? Als je wilt, zou je misschien ook tilak op kunnen doen. Ja. Want aan het begin wilde je zo even kijken, maar misschien zo, met de harina. Ja, dat hoorde ik er wel bij. Hè. Ja, ja, wat je wil. Ja. Maar ik doe daarmee geen levenslange geloften of zoiets. Niks. Nee hoor. Het symboliseert alleen maar dat het lichaam een tempel is van God. Dat is al. En wil je dan ook zo'n stipje? Dat is voor als je getrouwd bent. Ja, dan maakt het hele pakket. Hè? Het hele pakket ineens. Ja. Want je bent al gelukkig getrouwd. Velen denken dat ze een secte zijn, de Hare Krishnas. Dat ze marihuana en de vrije liefde prediken. Maar het tegendeel is waar. Ze leven sober en onthecht, kuis en celibatair. In een snelle wereld wonen ze op een eilandje vol Oosterse devotie. Met de beste intenties en een warm hart. Hoe een mens zich vergissen kan.